plan, that's what they call me. I promise that you'll never be lonely. Be the plan, that's what they call me. Hele goede avond, super tof dat je kijkt naar deze nieuwe weekendvlog op mijn kanaal. Mijn naam is Stefan, 25 jaar. Ik heb er zin in en ik ga je een aantal dingen vertellen in deze video. Ik ga de afwas doen, want ik krijg morgen een zusje. Dus ik ga even de kamer updaten. Vrijdag. 24 januari 2020. Beneden zijn ik druk met huisgenoten en begeleiding. En ik ga even rust vinden en je dingen uitleggen en vertellen. Dus ik zeg veel kijkplezier. Goedenavond, want ik begin vandaag met de afwas. Dus we gaan het zo maar niet. Ik zet even een kopje in voor mijn telefoon in de cabine. Kan ik even beter filmen. Ja, ik zal intussen wel eens vertellen over het wonen en zo. Ik zal intussen jullie een beetje duidelijkheid geven. Zo, in ieder geval doen voor het boodschapje, maar of je het leuk vindt. En even een plezier te krijgen van deze weekend toch. Ik ben heel benieuwd wat het weekend gaat brengen. Ik ben heel benieuwd wat ik allemaal ga doen. Dus ik weet het niet. Ik zal het even doen. Ik zei dat het gewoon beginnen. Zullen we even stoppen met filmen? Ik ga even afwassen. Ik heb gisteren boerderij de Laan op bezoek gehad. Super tof. Super leuke avond gehad. Goede gesprekken gehad. Ik moet helaas wel dat ik de laatste keer terugval van de keur van Baal. Ik heb vanuit. Ik ga vanavond het heel bijzonder. Ik ga vanuit heel bijzonder vertellen. Namelijk over mijn verslag. Ik heb vanavond feedback gehad van de baas. Niet zo over seks over dames moet praten. Seks over vader. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Ik moet met respect voor onze dames kunnen praten. En niet zo over de slaap. Dat is sowieso een feit. Maar waar ik verder mee zit, ik de bas nog om te vertellen hoe dat me gaat. Ik ben met je dame deze dagen. Ik ben aan het afwassen. Ik ben goed dat ik aan het afwassen ben. Dat is een kamer. Dat ga ik sowieso even doen. Voordat ik huis slapen. Mooi aan het zitten. En dat is. Ik ga nu even naast het zitten. Dan ga ik even afvallen. Ik word in één keer een stuk stiller. En ik ga even stopzetten. Ik vind het leuk om mezelf te filmen. Ik doe het ook voor jullie. Maar ook omdat op mijn eigen YouTube kanaal dat ik toch een beetje bekend word hier in Wageningen en daar ook naar hand lijken. Ik YouTube ook wat ik leuk vind. Ik vind het leuk om te vloggen, te vertellen hoe het met me gaat, hoe ik me voel en dat is. Maar ik merk wel dat ik de laatste tijd erg druk ben, niet in binnen toe kom. Iedereen is erg moe en iedereen heeft heel erg zijn behoefte voor rust. Slapen en bijslapen en zo. Dus dat is heel slecht voor mij. Anyway. Ik wil je vooral vandaag vertellen hoe ik me voel. In deze video ga ik jullie meer duidelijkheid geven over wat doen we allemaal. Hoe gaat het wonen? Dat soort dingen. Ik wil gewoon heel duidelijk in zijn. Maar ik ga iets anders met de maat. Normaal zijn we heel serieus en zelf heel vrolijk, heel gezellig en heel druk. Maar ik ga nu een soort van dubbele met weekendvlog maken met veel tijd en werk in mijn gezeten heb. In ieder geval, mijn midweek vlog staat online. Check hem vooral op mijn YouTube kanaal. Dat is. Goedenavond. Super tof dat je weer kijkt. En welkom terug bij deze weekendvlog. Twee ruikt gewoon weer. Het is een heerlijk uit geweest vanavond, het is echt tof, het is Gaasbergen. Ongestructureerd en alles in mijn zusje. Ik heb heel erg genoten, het was allemaal super lekker. Het was zo tof. Ik ga een aantal dingen uitleggen in deze video. Ik ga niet te lang filmen, maar veel plezier. Ik ben wel gewoon terug en het is vandaag zaterdag 25 januari. Een
aantal dingen die ik jullie wil vertellen. Het eerste is, ik ga morgen aan het einde kunnen zitten naar mijn tijd en van die avond toe. Ik ga ze morgen even mailen dat ik even langskom. Het tweede ding dat ik wil zeggen is mijn zusjes en mijn ouders op bezoek zeggen. Dat is super gezellig, super leuk. En het derde ding wat ik ook wil zeggen is dat ik momenteel, ondanks alle zekeringen en positieve dingen, best wel ergens te vechten. Een aantal worstelingen zit. De emoties en zo. Ik doe daarvan gehad vanmiddag op de schoen kijken. Dus gewoon de bijkeuken, dus ik moet voortaan beter opletten. Dus dat. En voordat ik helemaal ga janken en zeer ga lopen doen. En ga lopen klaar dat ik het zo slecht heb. Heb ik een hele toffe zaak gehad. Theater weekend, dus morgen hebben we theater in dienst, dus dat is ook wel tof. Ja, ik heb nu meer te het is 5:30 en we gaan eens in slapen. Dus ik ga het heel kort houden deze video. Voor een week heb ik deze armbandjes gekocht. Ik heb een super goede shirt mee. Ik ben heel blij mee. En ik ga morgen zeggen, dus ook morgen. Ik ga even douchen, even kijken. Ik ga morgen sowieso mijn rust nemen. Ik ben niet verkouden, ik ben niet ziek of zo. Ik voel me verder wel fit. Alleen, is het druk geweest vandaag. Ik heb alles over zo afgewassen. Dus gisteravond de weekendbord was leuk gisteravond met oude. Toen heb ik gedaan. Met oude huisgroep en zo. Was gezellig. Het is niet zo dat ik daar beneden durf te vloggen, maar ik moest bijna aan het wonen. En ik heb nog niet echt selfies gemaakt op huisgenoten of ik heb ze ook niet op social media, maar ik heb er al een paar op Instagram en op Facebook, dus dat is wel tof. Het heeft allemaal niet zijn tijd nog, weet je. Ik woon nog maar net. Nou, tof op zich. Ik ga het even zien. Dit is de zeekamer waar ik elk weekend doseer en elk weekend slaap. Even mooie schoenen. Ik ben blij dat ik ze terug heb. Was ik kijk namelijk. Ja. Eigenlijk gaat het wel lekker allemaal. Ik zit Instagram dingen te posten dat ik momenteel een beetje door een moeilijke periode ga. Maar dat is ook zo. Ondanks alle zegeningen, alle positieve dingen. Maar het is lang. Het was een heerlijk uit eten geweest in het Schaarsbergen. Dat was echt super lekker. Ik mocht het niet op het steden, maar ik heb gewoon met Instagram en foto's het eten gemaakt. Omdat het wel. Zo is het tof. Lekker, hou voor jou mensen. En weg lekker uit te rusten. Kijk naar het festival te licht. Ik heb alles mooi geüpdate. Super tof, ja, ik mijn pak. Mijn douche is wel weer in de lucht, is nog steeds niet gestreken. Daar ligt mijn tas, mijn weekendtas. Mijn tandenborstel en zo, dus ik ga ze lekker tanden poetsen. En dan, ja, los. En Beepox filmpjes en de rapvideo's komen ook deze dagen online. Het is allemaal een vertraging, want ik zit even te kijken wanneer ik nou de goede upload. Ik heb ook veel gezongen. Maar die gooi ik niet aan, die zijn veel te slecht. De raps zijn wel goed gelukt, die gooi ik wel online. Maar die gooi ik morgenmiddag online en de beatbox gooi ik vandaag nog online. Dus dat sowieso. Als ik bij mijn bijwerk zit, ik op de 74% dat ik van YouTube bij wil werken. Video's, vlogs die ik ook terugkijk en zo, dat is wel tof. Ja. Wie is er op? Ja, want dan weet ik wie is er morgen gekeken. Ik wist hem gekeken. Ik verdenk niet echt mensen of zo. Het is wel lastig. Ik verdenk Benny Vullen wel een beetje. Ik vind dat hij wel niet zo erg mocht. Je hebt nog veel meer mensen bij wie ze mogen die allemaal mannen zijn. Dus het is een beetje te voelen dat ik denk. In ieder geval mocht ik dus uitslapen en achterop staan om dingen te posten. Van 9 uur beneden zijn. Dus we moeten bij zo'n koffie drinken. En morgen is theaterweekend, dus dat is wel tof. Maar ja, ik heb nog een aantal dingen te vertellen. Ik ga binnenkort de kids spreken, beatboxen met mijn broer samen. Super veel zin in. Ik ben niet heel enthousiast. Ik heb wel zin in lekker beatboxen, dat is wel chill. Maar ik heb nog meer te vertellen.
Het is super gaaf, maar ik ga waarschijnlijk binnenkort weer vloggen met Mark en zo, maar video's opnemen. Dus het kost even tijd, ik moet even kijken hoe we kunnen, maar het schijnt dat we op een dinsdagavond weer gaan vloggen, dus dat vind ik wel tof. Zaterdag 1 februari ga ik bowlen, ook super tof, mijn familie. Morgen kerk, vorige week, nu weet erop ik afscheid van CLO, van de oude woongroep, dus dat is wel tof. En voor de rest, super toffe week eigenlijk. Twee verjaardagen die week erop, voor mijn nietje. En voor mijn oom, ook super gezellig. En een 40-jarig trouwd feestje naar mijn tante. Super tof, zo slecht heb ik het helemaal niet. Dus dat. Ik ga ze eerst even lekker tanden poetsen. En dan mijn Bijbel lezen. Vandaag boek schrijf ik niet gedaan vandaag. Lekker muziek luisteren. Ook goed aan het bed liggen. Ik heb wel een beetje discussies gehad met mijn ouders. Of wat raden denken dat ik. Of te raden ze denken dat er te veel suiker in zit. Of dat er geen alcohol in zit en zo. En ik had zo'n sportmaatje te appen. En die vond dat ze zei ook al van. Geef je ouders wel groot gelijk. Je moet wel groot gelijk. Of een telefoon, dat ik met twee telefoons had. Dus dat is sowieso wel een. Feit. Ik heb ook sinds mijn afgesproken de afgelopen tijd minder mijn telefoon te gebruiken. Ik gebruik hem om te vloggen. Dat is gewoon cool. Dat kan gewoon. Dat is wel tof. Maar in ieder geval goed schrik. Telefoon standaard. Dus ik ga morgen even meer aanvulling toe. Morgen weer op 4:05. Ik even langs. Nou, ik vind dat best zo. Ik zie jullie morgen mensen. Zit ze op. Ik ga lekker tanden poetsen. Drinken beneden. Zien we later. Rust en tot morgen. Ochtend. En aan het rusten. Morgenkerk. Doei doei. Goedemiddag allemaal. Het is vandaag zondag 26 januari 2020. Het is prachtig weer. Ik ga even een stukje wandelen. Ik ga veel rustig praten. Anders kunnen mensen mij niet goed verstaan. Ik ben vrij ziek geweest. Ik wandelen om mijn hoofd leeg te maken. Ook om jullie te updaten over afgelopen week. Te zeggen, geniet van mooi weer, het is prachtig weer. Daar is er lekker energiek van. Ik heb leuke mededelingen. Vriend van Rijswijk komt donderdagavond voor mij bezoek. Super gezellig, super leuk. Super veel zin in, dat is wel tof. Ik vind het echt het beste te maken. Dus dat, ja. Ik ga even een stukje lopen. Ik heb nog wel wat gezicht. Yo man, strijder! Yo man! Dat is wel leuk. Nu even lekker. Mooi dienst gehad vanochtend. Theaterweekend was gaaf. Dus, dat is wel bijzonder. Zet allemaal goed gedaan, kinderen, jongeren. Tieners. Goede boodschap over Jozef en zijn broers. Over het in een jasje, een modern jasje van 2020. Dus dat is wel tof. En ik heb een aantal mededelingen in deze. Nu kan het nog 52 alweer. Komende week zal ik week 53 van het vloggen. Dus dat is wel tof. Ik moet zeggen, geniet lekker van mooi weer. En laten we gaan beginnen. Dit is het mooie Randwijk. Lekker rustig, rustig in de strand, mooi pad om te wandelen. En dus dat. Mensen, ik heb heel gaaf en goed nieuws te vertellen. Rijke zegeningen. Momenteel gaat alles heel lekker. Het leven is positief. Super veel dingen die goed gaan. PGB gaat goed. Werk gaat goed, sport gaat goed, kerk gaat goed. Allemaal super fijn en aardig. Dus dat is wel chill, dat is wel fijn. Wat super gezellig met de familie van Rijswijk. Ik heb bijgepraat. En ik heb vanochtend ook met de gemeentegroeders gepraat in de kerk. Dat is ook wel tof. En dus de oude kerk. Daar we ook lid zijn van dit van zijn geweest. Altijd een vaste route als ik aan het lopen ben, dat is grappig. Ja, de video's, de rapvideo's en de bibliotheek-video's komen vanmiddag online. Sorry dat het zo lang geduurd heeft. Ik heb gewoon geen zin gehad om het te uploaden. Ik merk in mijn video's dat ik veel te veel beloof. Bouw, daar ben ik weer.
zou ik ook mee ophouden om te veel dingen te beloven. Wat is dat van nieuws? De jas een beetje open trekken. Veel te warm om een dikke jas aan te hebben. Het is nog prachtig weer. Het is droog, het is lekker. Ik ga lekker weer mijn truitje te lopen. Gisteravond uit eten geweest, dat is ook lekker. Voorstaan Instagram en zo. Dus voor die vooral. Ik ga een stukje dijk lopen, gewoon het kan. Maar weer eens. En ondertussen vertel ik jullie. Of afgelopen dagen heb ik het ook verteld. Sorry, van de haling. Kijk wat er rust, mensen. Kijk wat een heerlijk gestekende dijk. Even een stukje lopen. Zonder er nog een wagen neer. Er zijn een aantal dingen die ik doe moet deze week. Ik moet boodschappen doen. Dinsdag. Ik moet morgen voetballen. Voor donderdag moet ik een lekkers kopen voor hier in Vrijswijk. En ik moet afspraak maken met mijn opa Beatineke. Dus dat ga ik sowieso doen. Ik moet ook gewoon werken. Halve week. Om 5 ben ik lekker vrij. Dus dat is wel chill. En voor de rest, dat is een chill weekje voor de boeg eigenlijk. Dus ik heb eigenlijk sowieso minder te klagen. Niet niks te klagen, maar minder te klagen. Dus ik moet iets vrolijker kijken, want het is prachtig weer. Het is lekker droog. Dus dat. Daar lopen wat ooievaars of reigers of zo. Dat is wel tof. Ik zal je duidelijk proberen te praten. En een stukje wandelen. Echt lekker. Ik krijg helemaal energie van. Ja, ik moet ook niet vergeten rust te pakken. Dat zal ik ook doen. Het was een hele mooie theatervoorstelling vanochtend. Tussen mijn boer gaat goed. Het is een mooie dienst. En hij heeft ons goed mogen gezegd, hij heeft gisteren gewerkt. Ik loop even op de dijk. Ik ga niet trillen, dan moet je zo lekker geen zin in. Ik moet een dakkopje bij werken. En ik wil nog in YouTube terugkijken. Dus dat ga ik sowieso doen. Ja. Dus dat. En ja. Goeie gesprek met mijn moeder gehad, goeie gesprek met mijn vader gehad. Dat was wel tof. Alleen heel veel mensen dat ik mijn muziek iets zachter moet zetten op YouTube. Dat is prima, dan doe ik dat voortaan. Dan zet ik het nog zachter. En ik ga proberen meer te uploaden. Regelmatig te uploaden. En de video's zo oud is, maar wil ik echt gewoon een vaste tijdstip, 5 vaste tijden online gooien. Ik moet weer inspiratie krijgen. Dus dat sowieso. Kijk hoe mooi weer mensen, het is droog. Hallo. Hallo. En wie bent ze? Dat is wel tof. En nu ga ik lekker. Een stukje wandelen. Ik ga er toch eventjes in. We ronden het ook, het is prachtig weer. Maar ik moet vooral mijn rust pakken. Ik ga vooral een route lopen die normaal loop. Dat is ook wel prima. Ik merk wel nu ik aan de andere kerk zit. En niet zoveel andere mensen gesproken hebben dan ze mij niet zoveel spreken dat mensen druk zijn in tijd hebben. Dat valt me wel op. Maar ik heb goed geschikt mijn werk. Ik zit al 10 jaar bij het Blonde Koe. Ik ben zelf bij Blonde Koe. Klaar dat ik nu ga lopen. Dit is een teken. Gedenksteen van die dingen. Over de Tweede Wereldoorlog, de Holocaust. Het is vandaag 75 jaar geleden dat het gebeurd is. De Auschwitz werd bevrijd. Ik ga even alle aspecten over praten. Dat is wel tof. Het is hier van prachtig weer. Droog. En ja, dat wil ik even zeggen. Geniet lekker van je weekend. Geniet lekker van je vrijdag. Dat wil ik ook even zeggen. En dan ga ik even knippen. Dan ben ik weer. Goedemiddag. Tot zo eens een keer. Ik heb nog goed dat ik normaal neem.
Ik ga het ook met vrienden af niet bij praten, dat is niet zo. Het is ook goed om het bij te praten. En goed gesprek te hebben. Dat zo lang geleden gedaan heb. Zoals de meeste jongeren weten van de kerk, van de oude kerk, ben ik weg bij JV, in de post. Ik heb samen zoveel tijd om uit te rusten. Even om een bak te kijken voor wat. Dus dat is wel tof. En, ja. Dan ga ik even lekker. Een stukje lopen. Dus het is niet meer zo'n trucje. Dan ben ik weer. Mijn zoveelste keer. Ik moet ophouden om het te zeggen. Wel een voetblessure, ja, blessure valt er mee, maar meer spierpijn op mijn voet. Dus dat is wel lastig, maar voor de rest wel oké. Okay. Het is hier al lekker rustig in het dorp, dit is de speeltuin. De kinderen gaan vaak spelen, het is een bar rustig hier. Verder gaat het goed tussen mijn zusjes en mij. Ik heb gisteren leuke foto's gemaakt samen. Was leuk. En het was heerlijk. Ik heb goed slaap vannacht. En gedoucht vanochtend. Dat was wel tof. Het voelt me wel stabiel. Voelt me wel oké. Ja. Dus dat. Ja. Mensen, dan gaan we terug naar mijn dorpje waar ik opgegroeid ben, het huis waar ik opgegroeid ben, ik lekker uitrusten. En deze weekendvlog zet ik vanavond of vanmiddag online. Dus dan zien we zo meteen in mijn kamer, of later, mijn kamer of wat dan ook. Dus, het tuintje is mooi bijgewerkt, zeker verschillende straten stof. Tot later, fijne zondag, laters. Goedemiddag allemaal. We lopen in het prachtige Emmen. Lekker tot rust komen, sowieso man. Daar zwemmen een paar eendjes zoals je ziet. En hier is de holle bolle boom. Dit is de holle bolle boom. Hier gingen we als kleine kinderen vroeger wel eens in spelen. Super tof. Hè? Koekeres. Oké mensen, veel plezier. Ben je in het Hemse bos? In Hemmen? Het is prachtig weer, daar heb je schapen. Oh mensen, humor in, joh, zo grappen erin, gezellig. Oké, ik ga heel kort volgen, want ze willen vooral genieten van de rust. Hè? Wat heb ik? Kijk, nou maak je mij toen zo lachen, goed zo. Hey, dus. Ik ben heel blij dat jullie zo'n puist hebben. Moet kijken. Wat? Oh, ik zie het. Je loopt dit strijders. Zo, al wel pijn. Hey, huh? Apple dit hey. Geef de dokter away. De broek was al vies toch? Ik heb even wat leuks vertellen. Het is vandaag zondag. Dus het is een rustdag. Neymar. Ik heb een Neymar petje op mensen. Kijk even goed. Snapback. Heel gaaf petje op prijs. Ja, een snapback. Snap forward. Goed verhaal. Strijders voor live. We hebben lang niet meer gevlogd samen. Nee, je moeder loopt achter. En nog iets leuks te vertellen, bro. Zeker. Wat dan? Vertel eens iets, vertellen over je werk. Je, gisteren, je bent bekend Nederlands tegengekomen, toch? Absoluut. Dat was mijn broer? Oké, we doen het zo.
Oké, ik ga afronden. Gaan we zonder verder, niet remmen. Steek maar rechts lopen. Ja, joh, schietje. Ik wist al niks, nee, hallo. Oké, misschien ben ik er echt verslaafd op mijn telefoon. Dus, oh, fijne zondag, laders. Hoi. Kijk nou, die zuivel een doekje. Hè? Oh ja. Zo. Wat bedoel je? Minder Stefan en meer omgeving. Oké, okay, prima. Rustig, rustig allemaal. Ja, laders. Dan moet kijken, lijkt me nog meer. Zie ik er later van. Doei. Goedemiddag allemaal. Heel erg bedankt voor het kijken. Dit is mijn weekendvlog 52, in mijn 52 geloof ik. Dan moet kijken, in mijn broek smeert. We zijn hier gewoon nog een keer even dicht te chillen. En dan moet het kijken. In ieder geval lijkt me nog meer. Dan even. We. Vier shootouts zit ik hier. Groot zinsvlog. Amy's World. Mjolne Bos. En Marco Vlogs kanaal en Dolrides. Super leuke kanalen. Leuke kanaal meer. Zie ik morgen weer. Doei.